Mijn eerste stap over de grens was in 2012. Bijna 5 jaar geleden. Klaarde iedereen voor gek, is alcoholvrij weinig, helemaal niemand zit erop te wachten. We zijn ook nog niet zo heel lang gestart, 4 maanden eigenlijk op dit moment. Nederland is natuurlijk zo'n klein landje. Tijdens het Nationaal Export Event komt iedereen die iets te maken heeft met internationaal ondernemen bij elkaar. Dit jaar is het een nieuwe gein en ik ga op zoek naar de vrouwen die hier rondlopen. Want wist je dat er in Nederland maar relatief heel weinig vrouwen internationaal zaken doen? Dus ik ben benieuwd, wat zijn nou die ervaringen en die verhalen van de vrouwen die al wel over de grens ondernemen? Ja, je moet gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon durven. Ja, dus ik zou het gewoon lekker gaan doen. Dit is een nieuwe aflevering van Groei Over Grenzen. Beste ondernemers, ik wens jullie een mooie dag toe. En uiteraard veel succes met zaken doen over de grens. Groot of klein, voor ondernemers staat de deur altijd open. Rijbe Finada. Het is een alcoholvrij wijnmerk en op dit moment exporteren we naar 31 landen. Mijn bedrijf heet Ukje. Met onze kindermeubelhoesen maken we het gezinsleven makkelijker. Onze grootste markt is Nederland, Duitsland, België en de helft al komt uit Amerika. Australië, Korea, Canada, Amerika. Vooral in België en Frankrijk. We zijn ook nog niet zo heel lang gestart, 4 maanden eigenlijk op dit moment. Nou, mijn bedrijf heet El Humo en wij zijn van zwarte zaadgummies. Kijk eens. Het is gewoon een snoepje. Ja. En nu word ik heel mooi, jong en gezond. Hoe kom je dan in België of Frankrijk? Via bol.com eigenlijk. Nou, de eerste stap was eigenlijk best lastig. Je hebt natuurlijk een hele selectieproces. Wat uiteindelijk ervoor zorgt dat als je eenmaal mag verkopen via bol.com, dat je ook weet dat je product 100% voldoet aan de Nederlandse en Belgische wet en regelgeving. Onze eerste stap over de grens, dat was de webshop was dat. Dat was niet onze eigen webshop, maar een partij in Nederland die alcoholvrije dranken verkoopt door heel Europa. Ja, al vrij snel eigenlijk kregen wij aanvragen vanuit distributeurs die dan aangaven van joh, we hebben jullie merk gezien, vinden het heel tof en we willen jullie merk gaan doen in ons thuisland. Mijn eerste stap over de grens was in 2012, toen Amazon openging voor wederverkopers en daar ben ik meteen op aangehaakt. Heeft internationaal ondernemen je business versterkt? Ja, tuurlijk. Ja, je hebt gewoon meerdere paarden waar je op kan wedden. Als het in het ene land in een lockdown zit bijvoorbeeld, dan is het in een andere land niet het geval. Dus ja, je spreidt juist je kansen. Zonder internationaal ondernemen had mijn business denk ik niet bestaan. Of was het lang niet zo leuk als wat het nu is. Ja, mijn tip voor ons allemaal en voor vrouwen is gewoon doen. Gewoon durven. Je moet het gewoon doen. En kijk, Nederland is een heel klein kikkerlandje. En er is zoveel daarbuiten. En zoveel kansen, zoveel mogelijkheden. Wereldwijd gezien is het aantal vrouwelijke ondernemers denk ik wel 40%. Alleen in Nederland zijn we een beetje aan het achterlopen daarmee. Alle dames kunnen prima ondernemen. Er is altijd instanties zoals bijvoorbeeld een RVO die altijd gewoon kan bellen met de meest uiteenlopende gekke vragen en helpen ze. Dus je moet het gewoon doen. Een mail naar RVO of naar ambassade van hey, ja, ik heb dit plan, help me eventjes. Zo ben ik ook gestart. Ik was hier denk ik 8 jaar geleden ook. Ik heb toen verschillende ambassades gesproken en ben gewoon met ze gaan samenwerken. En door hen heb ik ook verschillende leveranciers. Heb jij nou ook internationale ambities en wil je weten wat RVO en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor jou kunnen betekenen? Kijk dan op rvo.nl/ondernemende vrouwen.